Aardbevingen, hoe meten we die eigenlijk? Ik ga jullie dat uitleggen en ook wat daar af en toe mis in gaat. Waarom klopt de schaal van Richter niet? Dit is de Universiteit van Nederland. De zware aardbeving op 50 kilometer van de hoofdstad had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De schade is groot. Je hoort het helaas regelmatig in het nieuws. En ik zeg helaas, want het is natuurlijk een triest bericht. Er vallen slachtoffers, mensen raken gewond, huizen gaan kapot. Maar ik zeg ook helaas omdat mijn geologisch hart ontzettend pijn doet bij 7,4 op de schaal van Richter. Daar klopt namelijk helemaal niets van. En zo'n bericht zie je toch in de media regelmatig voorbij komen. Ik ben geoloog en ik onderzoek hoe je kunt bepalen waar en hoe zwaar een aardbeving is geweest. En in dit college ga ik jullie uitleggen hoe dat werkt en waarom we die schaal van Richter eigenlijk niet meer zouden moeten gebruiken. Voordat ik dat helemaal uit kan leggen, moeten we even terug naar de basis. Hoe ontstaan aardbevingen ook alweer? Iedereen weet dat nog wel van aardrijkskunde, hoop ik, over plaattektoniek. De buitenkant van de aarde bestaat uit verschillende platen en die liggen niet stil. Ze bewegen met zo'n 5 tot 10 centimeter per jaar. En er zijn drie smaken te verzinnen: uit elkaar, langs elkaar of tegen elkaar en daarbij over of onder elkaar. En dat kun je hier mooi zien bij de plaatgrens tussen India en Eurasië, waarbij de Himalaya zijn ontstaan. Die 5 tot 10 centimeter per jaar, dat is ongeveer zo snel als je vingernagels groeien, zegt iedereen. Nou, dat wil ik dan altijd natuurlijk even weten. En ik moet zeggen, het klopt. Ik had geen hele lange nagels hoor, maak je geen zorgen. Maar ik had een klein groefje in mijn nagel gemaakt en op het moment dat die bijna uitgegroeid was, heb ik een centimeter lager weer een groefje gemaakt. En zo kon ik steeds meten hoe snel dat ging. In een half jaar tijd was dat zo'n 4,5 centimeter. Als je daar even over nadenkt, hoeveel levert dat dan op als Noord-Amerika en Europa met zo'n snelheid, laten we even zeggen, 5 centimeter per jaar uit elkaar bewegen? Van je geboorte tot je als oud opaatje of omaatje in huizen avondrood zit? 100 jaar. 100 jaar keer 5 centimeter is dus 500 centimeter. 5 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Dus zoveel verder is New York bij je dood dan bij je geboorte. Nou, zoveel is dat toch ook weer niet? Het is hartstikke lang vliegen daarheen, of met de boot. Is dat dan schokkend? Ja, dat dus wel. Platen willen wel bewegen, maar het contact tussen de platen glijdt niet zo makkelijk. Daardoor ontstaat er steeds meer spanning. Steeds meer spanning. En als dat te veel wordt, dan schieten ze langs elkaar uit elkaar of over elkaar heen. Ineens met een paar centimeter tot zelfs meters een aardbeving. En dan weer tijden niet. Het zou net zijn alsof je 's ochtends wakker wordt met nagels die ineens 5 centimeter gegroeid zijn. Dat concept kan ik even laten zien met een plankje. Als je een plankje buigt, dan stop je er energie in. Als je verder doorgaat, dan moet ik even goed kracht zetten. Op een gegeven moment komt de energie vrij als geluidsgolven. Bij aardbevingen ontlaat die opgeslagen energie zich als seismische golven. Denk eens aan een steentje dat je in het water gooit. Je ziet de grote plons en die rimpels, die golven, verspreiden zich langzaam steeds verder over het wateroppervlak. Aardbevingen leveren dezelfde soort golven, maar die hebben een heel kenmerkend patroon. De eerste golven gaan door de aarde heen. Dat zijn de P- en de S-golven. Daarna komen oppervlaktegolven. De P- en de S-golven, daar gaan we specifiek naar kijken. Ze maken misschien de minste grote golven en je voelt ze ook bijna niet. Terwijl de oppervlaktegolven wel veel heftiger zijn en de schade veroorzaken. Maar toch zijn die niet zo belangrijk om te bepalen waar en hoe de aardbeving precies was. Daarvoor gaan we juist inzoomen op die P- en S-golven die door de aarde heen gaan. En het verschil tussen die twee golven, dat kan ik mooi laten zien met wat traplopers. We zouden eigenlijk natuurlijk graag die golven door de aarde heen laten zien. Maar dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Daar hebben we wat op gevonden. Het is heel simpels. Werkt vaak goed. Traplopers. Met die twee traplopers kan ik dat mooi uitleggen. We hebben dus een P-golf en een S-golf. Bij een P-golf bewegen de deeltjes in dezelfde richting als de golf zelf. Ik kan dat voordoen door hier bij deze traploper een duwtje te geven en je ziet dat de deeltjes in die richting bewegen en ook de golf zelf.
Ze geven een kleine beweging, maar gaan vrij hard. De S-golf is juist een beweging die anders gaat. Daarbij beweeg ik dit heen en weer en zie je de golf zich ook verplaatsen. Van deze kant naar die kant. Je kunt ook zien dat de deeltjes zelf loodrecht bewegen op de richting waarin de golf zich verplaatst. Dus er gaat wat meer energie zitten in de beweging en daardoor is de S-golf ook een klein beetje langzamer dan de P-golf. Hierdoor zie je bij elke aardbeving dus een kenmerkend patroon. Eerst die P-golf en dan de S-golf die binnenkomt. Daar kun je gebruik van maken om uit te leggen en te bepalen waar een aardbeving was. Dat doe je hetzelfde als bij onweer. Dat zijn eigenlijk ook twee soorten golven. Bij onweer zie je de bliksem en dan gaan de meeste mensen tellen tot ze de donder horen. Tenminste, als je op de fiets zit op weg naar huis, wat doe je dan? Tellen. Hoe zat het ook alweer? Het licht is meteen bij je, over die afstand. Het geluid doet er alleen 300 meter per seconde over. Dus als je tot 3 kan tellen, is het geluid op 1 kilometer afstand ongeveer van je. Als je tot 6 kan tellen, is het dus 2 kilometer. Dus wat doe je als je maar tot 3 kan tellen tussen de flits en de donder? Heel hard doorfietsen. Als je binnen zit en je ziet eigenlijk alleen het licht van de flits, weet je eigenlijk niet waar dat ten opzichte van je was. Ergens op een bepaalde afstand van jou is die onweersbui. En zo gaat het ook bij die seismische golven. Seismografen zijn apparaten die de beweging van de grond onder je voeten meten in alle richtingen, op en neer, heen en weer en dat soort dingen. Een aardbeving is dus herkenbaar aan het patroon van die P- en die S-golven. De seismografen kunnen aan de hand van de voorsprong die de P-golf heeft op de S-golf dus vaststellen hoe ver weg van hen de aardbeving was. Maar in welke richting? Met 1 seismograaf, die kan alleen maar zeggen, ergens 20 kilometer bij mij vandaan was een aardbeving. Maar waar, in welke richting, weet hij niet. Gelukkig hebben we een uitgebreid netwerk van seismografen tegenwoordig. De seismische golven gaan verder door de aarde heen en komen bij een volgende seismograaf. In dit geval de 2e. En zo kunnen die seismografen bepalen 20 kilometer, 50 kilometer. We hebben nu 2 cirkels die elkaar snijden. Dus op 1 van de snijpunten is de aardbeving geweest. Wat heb je dus nodig om te bepalen waar de aardbeving was? 1/3. En als 1/3 seismograaf ook kan bepalen op welke afstand die is, dan is de aardbeving precies geweest, maar de cirkels elkaar snijden. Nu weten we dus waar een aardbeving plaatsvindt. Dat is heel mooi. Maar vervolgens willen we natuurlijk wel graag weten hoe zwaar was die aardbeving dan precies. Vroeger, voordat er allerlei dingen gemeten konden worden aan aardbevingen, was het eigenlijk heel logisch af te gaan op hoeveel schade er was. Hoeveel mensen hebben de aardbeving gevoeld? Hoe een groot gebied hebben mensen de aardbeving gevoeld? Dat noemen we de schaal van Mercalli. Zijn er alleen rinkelende kopjes in de kast? Mercalli schaal 2. Scheur in de muur? Dan is het wel een ergere aardbeving. Het probleem met hoeveel schade of hoeveel mensen er in een gebied aanwezig zijn, is natuurlijk heel afhankelijk van hoeveel mensen wonen er überhaupt? En hoe aardbevingsbestendig is er eigenlijk gebouwd? Een voorbeeld, in Turkije zijn er hele strenge bouwvoorschriften vanwege aardbevingen die er vaak voorkomen. Toch houden sommige aannemers zich daar niet aan. Ze declareren wel gewapend beton, maar blijken bij een aardbeving dat helemaal niet gebruikt te hebben. En dan gaat er ineens een heel flatgebouw naar beneden. Om het even heel extreem voor te stellen. Een beweging van een breuk op de Zuidpool heeft zeker gezorgd voor seismische trillingen. Die zijn gemeten met seismografen over de hele wereld. Maar de schade is beperkt. 0 op de schaal van Mercalli? Eigenlijk heeft de schaal van Mercalli helemaal geen duidelijk verband met de natuurkundige processen die er bij een aardbeving plaatsvinden. Dus als je wil bepalen hoe zwaar een aardbeving is, moet je eigenlijk op zoek naar iets beters. Iets onafhankelijkers. Richter, de naam ken je vast. Denk even terug aan het beeld van die steen die in het water plonst. Een hoge plons die zich verspreidt in steeds lager wordende rimpels over het wateroppervlak. En hoe verder van de plons je bent, hoe lager de golf. Want de energie moet zich verspreiden over een steeds groter oppervlak. Richter dacht, als ik nu voor 1 en dezelfde aardbeving op meerdere plekken kan meten hoe hoog de seismische golven zijn, kan ik later aan de hand van golven die ik daar meet op een willekeurige plek bepalen hoe zwaar de aardbeving is geweest die die golf heeft veroorzaakt. En dus ging hij aan de slag. En omdat hij natuurlijk niet precies wist waar de aardbevingen zouden komen, stelde hij rond 1930 meerdere seismografen op in Californië.
op honderden kilometers uit elkaar. Ja, en toen was het wachten. Gelukkig, tussen haakjes, kwamen er lichte aardbevingen. Hij zag al snel in dat als je heel dicht bij de beving bent, dat de grond heel hard beweegt, maar dat die beweging heel snel afneemt met de afstand. Zoals bij die steen die een plons maakt. Maar dan ook nog in drie dimensies, want ook door de aarde heen. Dus het neemt nog sneller af. En aangezien zijn seismografen eigenlijk altijd wel op honderden kilometers van de beving afstonden, wilde hij dus aan een heel klein verschil in de rimpeling op die afstanden toch vast kunnen stellen hoe groot eigenlijk de steen was die in het water werd gegooid. Dat deed hij door de bewegingen anders uit te zetten. Een smerig trucje noemde hij het zelf, maar het werkt wel. Logaritmisch. In stappen van keer 10. Dus 1 wordt 10, 100 en 1000 in dat soort stappen. En dat betekent eigenlijk dat je de kleine verschillen in hele kleine aantallen kan vergroten en beter zichtbaar kan maken. En zo kon hij dus aan de hand van hele kleine bewegingen van seismografen op honderden kilometers afstand toch een verschil meten tussen een lichtere en een zwaardere aardbeving. Op basis van zijn gegevens moest hij vervolgens een keus maken om die bevingen in te delen. En hij koos daarvoor een basis, een aardbeving van magnitude 3, oftewel een aardbeving van 3.0 op de schaal van Richter, levert op 100 kilometer afstand 1 mm maximale beweging op. Eentje van 4 op de schaal van Richter, niet 1 mm, maar dus 10. En eentje van 5, dus niet 10, maar 100 mm. Nou, dat werkte eigenlijk heel goed voor lokale aardbevingen. Alleen kwamen er toch wel wat problemen naar boven toen hij bevingen van verder weg wilde gebruiken. Mijn studenten maken altijd zelf een paar rekenopdrachten om de schaal van Richter iets beter te begrijpen. En dat kun je heel makkelijk eigenlijk doen. Je kunt de schaal van Richter simpel bepalen door te weten wat de afstand is ten opzichte van de aardbeving. En dat konden we aan de hand van het experiment met de PNRS-golven. In dit geval bijvoorbeeld een afstand van 500 kilometer. Vervolgens kun je meten wat de grootste uitslag van een S-golf is. In het geval hier 20 mm. Als je die twee punten met elkaar verbindt, dan krijg je in het midden, voilà, het antwoord 5,9 op de schaal van Richter. Dat lijkt dus heel mooi te werken. Maar stel nou eens even dat er op 200 kilometer in Limburg een aardbeving van 7,0 zou voorkomen. Gebeurt gelukkig niet. Er komen aardbevingen voor. 7,0 gelukkig niet. Hoe hard gaat de grond dan hier onder mijn voeten in de studio op en neer? Nou, heb je weer twee puntjes die je met elkaar kan verbinden. En dan kom je uiteindelijk, als je doorkijkt, heel ver boven de rechterschaal uit. En let op, hier is de schaal ook logaritmisch. Dus het zou betekenen dat de grond hier nog tientallen centimeter op en neer zou moeten gaan als er in Limburg zo'n aardbeving was. Dat is gelukkig niet zo. Dat weten we wel. Zijn methode werkt dus heel goed voor lichte aardbevingen die niet al te ver weg plaatsvinden. Daar was zijn systeem ook op gemaakt. Met die aardbevingen in Californië, dat waren geen zware aardbevingen. Ze waren niet te ver weg. En het is wel grappig om te bedenken dat als er in die periode een zwaardere aardbeving was geweest, of een aardbeving veel dichter bij een van de seismografen, dat de schaal van Richter er waarschijnlijk heel anders had uitgezien. Vooral voor zwaardere aardbevingen hebben we dus eigenlijk iets anders nodig. De schaal van Richter werkt daar niet. Dat hebben we eigenlijk een beetje omgedraaid. In plaats van te meten hoe hard de aarde op en neer beweegt door een aardbeving, kunnen we uitrekenen hoeveel energie je eigenlijk nodig hebt om de beweging van die breuk te laten veroorzaken. Denk even aan die plank van het begin. Je kunt uitrekenen hoeveel kracht ik moest zetten voordat de breuk ontstond en bewoog. En daar moest ik een bepaalde hoeveelheid energie in stoppen. Om uit te rekenen hoeveel energie het heeft gekost, moeten we eigenlijk twee dingen weten. Een breuk die beweegt niet over de hele wereld. Ergens beweegt een stuk en het houdt weer ergens op. Dus je wil de afstand, de lengte langs de breuk weten, hoe een groot stuk van de breuk heeft bewogen. En je wil weten hoeveel gemiddeld de breuk bewogen heeft. Met die twee gegevens kunnen we uitrekenen hoeveel energie je daarvoor nodig hebt. Moment noem je dat in natuurkunde en daarom heet de schaal momentmagnitude. Dan moet je dus wel kunnen waarnemen hoe en hoeveel een breuk bewogen heeft. En vroeger was dat lastig, maar tegenwoordig met alle satellieten de laatste tientallen jaren kunnen die beweging gewoon zien. Een satelliet komt elke dag over.
We hebben ook betere seismische netwerken. We kunnen zien waar kleinere aardbevingjes naschokken zijn. Zodat we goed kunnen zien hoe lang het stuk van de breuk was dat bewogen heeft. En dat kan ik een beetje laten zien met mijn handen. Als deze plaat onder die wil bewegen, dat gaat niet makkelijk. Dus die sleurt daarbij mijn vingers mee. En daarbij komt de handpalm wat omhoog. Tot de spanning op mijn vingers zo groot wordt dat die ineens losschiet. Als een soort springplank. En het water hier, in het geval van Sumatra, omhoog gooit en een tsunami veroorzaakt. En mijn handpalm ging naar beneden. Dat kunnen we zien in het veld doordat er hier ineens koraal boven water uitsteekt. En daar houdt koraal niet van. Dus zo kunnen we aan de hand van veel metingen weten hoe zwaar een aardbeving is geweest. We hebben eigenlijk dus drie manieren om weer te geven wat de zwaarte van een aardbeving was. En elk heeft zo zijn toepassingen en zijn sterke punten. En ja, dat is best verwarrend. En dat zie je ook terugkomen in de media. Want als we even kijken naar het nieuwsbericht waarmee ik dit college begon, over die aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter, je zult het vast nog wel eens voorbij horen komen in het nieuws. Maar het kan dus niet. Moment magnitude 7,4, dat gaat wel. Moet de schaal van Richter dus dan maar de prullenbak in? Dat zeker niet. Maar je moet eigenlijk wel goed weten wat er aan schort. Dank je wel.